Henk, die kan er ook wat van. Die klap op tafel. Ja. Trok jij ook? Nou, ik had niet van hem verwacht. Dag Henk. Goedemiddag. Zo, dat was wat ineens. Ik zag jou achter die microfoon zitten. Dat heb ik je nog nooit gezien. Nou, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ja, ik was wel een beetje boos. Wat was jij fel, zeg? Ja. Ken je ook wel soms wel met een uitspatting, maar deze die was wel uit je tenen, hè? Ja. Voelde dat lekker? Was je het kwijt? Absoluut. Ga je alleen maar een woordje zeggen of ga je ook nog praten? Nee, je hebt het over het debat en over het eigen risico. Ja. De clash met Mona. Ja, ik was het een beetje zat. Ja, mevrouw Keizer kan mij willen framen als opgewonden. Zij is koud en kil en berekenend. En volgens mij is dat vele malen erg. Henk ging ook echt, jullie waren een beetje maar met z'n tweeën, hè? Gewoon met z'n tweeën, Jut en Jul, die waren boos. Ja, nou, het wordt wel eens de commissie van de Kei van de Wijven genoemd, maar nou, Henk, die kan er ook wat van. Die klap op tafel, en, trok jij ook? Nou, ik had niet van hem verwacht. Wie heeft die spoedprocedures hier bedacht? Van wiens voorstel? Ja. Van wiens voorstel? Behandelen hier. Welk wetsvoorstel is dit, voorzitter? De minister staat er niet eens achter. Ik schrok echt, hoor. Ik dacht, dat heeft hij dus ook in zich. Op zichzelf was ik wel ontspannen. Maar ja, ik vond het wel echt een... Bam! Zo ineens, zo was het. Echt, ook echt zo uit het niks. Echt een rommeltje van wetgeving. En dan heel erg arrogant en dédain naar de oppositie die in een weekend alle amendementen in elkaar had gezet. Alles wat weggestemd ten aanzien van het eigen risico wat mensen echt wel bezighoudt. Dus ja, ik was wel even boos. Dat kan ik niet ontkennen.